Why I love this book. Ik heb gekozen voor Shoe Dog en daar ben ik op het moment aan het lezen. En Shoe Dog gaat eigenlijk over de oprichting van Nike. Nike is opgericht door Stephen Knight. En dit deed hij samen met de compagnon. En je gaat lezen over de beginjaren en eigenlijk waar hij zijn ideeën vandaan heeft gehaald. En wat ik zo tof vind aan het boek is dat het heel erg gaat over eigenlijk de mislukking heel vaak in het begin. Wat juist fout gaat. En niet per se zo'n succesverhaal dat we al kennen van andere bedrijven. Maar juist die struggles die het moeilijk maken. En wat ook wel herkenbaar is. Dat je op een jonge leeftijd aan iets begint. En heel enthousiast gaat bezig bent. Maar niet echt een idee waar je nou heen wilt. En dan zie je die ontwikkeling in het verhaal komen. Dat er wel een concept is. Een eigen lijn. En dan zie je dat daaruit succes ontstaat. En dat vind ik mooi. En daarom zou ik het gaan lezen.